André Hazes Jr. stelt dat hij weer helemaal dolverliefd is op Monique Westerberg en dat hij zijn knipperlichtverloofde nog een keer ten huwelijk wil vragen, maar volgens Guido den Aantrekker zien de twee elkaar in de praktijk nauwelijks. De storybaas, die wordt gezien als de mediabondgenoot van André en Rachel Hazes, heeft er weinig vertrouwen in. Denkt Guido dat het alsnog tot een huwelijk komt? Hij zegt in shownieuws, dat is natuurlijk helemaal aan hen. Ik ben daar redelijk nuchter in, in de zin dat ik denk, als je drie keer bij iemand weggaat omdat je niet gelukkig bent. Dat kun je misschien niet helemaal wijten aan het feit dat je verslaafd was aan van alles en nog wat. Hij vervolgt, ik gun het ze absoluut, en ik denk ook dat Monique iemand is die wat dat betreft heel goed bij hem past, maar ik hou mijn hart wel een beetje vast. Hij zit nu natuurlijk een beetje in die euforie, maar volgens mij zien ze elkaar technisch gesproken anderhalve dag per week ongeveer. Is dat voldoende basis om dat helemaal op te pakken? De tijd zal het leren, zegt Guido. Hij moet het ook doen, hè? Je kan het wel elke keer roepen, maar je moet het ook bewijzen en dat kun je niet in een paar maanden doen. Als Monique verstandig is, en dat is ze volgens mij, dan kijkt ze dat gewoon nog even aan. Het zou echt complete larikoek zijn als ze nu binnen een kwartaal gaan trouwen, natuurlijk. André is momenteel volop zijn nieuwe muziek aan het promoten, maar zijn nieuwe singles slaan maar niet aan. Wat vindt Guido daarvan? Hij ergert zich aan de kritiek daarop. Er wordt kennelijk vanuit gegaan dat zijn eerste nummer dan meteen maar een enorme hit moet zijn, hè? Dat hoeft volgens Guido helemaal niet. Als je kijkt waar hij vandaan komt en wat hij allemaal heeft neergezet, dan vind ik het überhaupt al een grote prestatie dat hij zo'n nummer vol overtuiging kan zingen. Maar een plekje in de onderste regionen van de top 40 moet er toch wel in zitten? Zelfs dat haalt hij niet met al die bombari. Hij heeft nog nooit met zijn muziek in de top 40 gestaan, dus die vergelijking gaat dan toch een beetje mank. Wat André er zelf van vindt dat hij muzikaal flopt? Op radio 538, ja, kijk. Ik zeg al tien jaar tegen mezelf: ik wil de allerbeste worden en de allergrootste in alles wat ik doe. Daar kan ik ook heel erg in doorslaan. Ik heb nu wel geleerd om realistisch te zijn. Hij besluit in mijn hoofd moet Ahoy binnen een uur uitverkocht zijn. Die single moet binnen een week in de top 40 op nummer 1 staan. Maar ik heb nog nooit in de top 40 gestaan, snap je? Ik moet ook realistisch zijn van is dat nu voor mij weggelegd?